Um, kijk, die eenzaamheid is natuurlijk allemachtig groot. Um, en de eenzaamheid oplossen, dat, dat kan niemand. En zeker niet vanuit de overheid. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kan wel degelijk. Dat heeft u gedaan met uw initiatief. En zo zijn er in het land zijn er tal van initiatieven, hele mooie initiatieven... die echt bijdragen in het doorbreken van die eenzaamheid. En wat wij moeten doen, is eigenlijk in iedere gemeente een lokale coalitie vormen... Tegen eenzaamheid, waarin al dat type particuliere initiatieven. Euh, 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 ja, eigenlijk. Euh, euh, samen optrekken om die eenzaamheid te doorbreken. waarin we veel meer doen om eenzaamheid ook te signaleren. En dat is ook de achtergrond van. Dat huisbezoek, euh, zoals we dat in Rotterdam zijn gaan doen. We, zijn, we hebben gewoon alle 75-plussers aangeschreven. En gevraagd, mogen we bij u op bezoek om te vragen hoe het met u gaat? Mm -hmm. Zo praktisch kan het zijn. Je moet er echt op af. Want eenzaamheid is een moeilijk bespreekbaar te maken onderwerp. Het is niet iets waarmee mensen te koop lopen. En dus zal men niet zomaar aan je vertellen dat, dat, hè, dat je je eenzaam voelt. Dus moet je echt voorop af. En dan moet je de tijd voor nemen om dat gesprek echt te hebben met mensen.